Dit is een bespreking van het derde en laatste stukje van paragraaf 20 van Apur Bukondita, boek 30. In het voorafgaande hebben we gelezen dat Hannibal de kracht van zijn leger overzet naar Afrika, enorm tegen zijn zin. Livius kan het niet nalaten te vermelden dat Hannibal eerst nog een religieuze misdaad begaat door de Italische onderdelen van zijn leger te vermoorden in een heiligdom. Het belangrijkste werkwoord in het eerste stukje is ferunt, ze zeggen, vertaald als men zegt. Daarvan hangen een aantal ACI's af, waarvan dit de eerste is. Ze zeggen dat iemand is weggegaan. Dat zelden iemand is weggegaan. Dat zelden iemand anders is weggegaan. Zijn vaderland vanwege ballingschap verlatende. Causa met de genitivus ervoor betekent vanwege. Dus ze zeggen dat zelden iemand anders, terwijl hij zijn vaderland vanwege ballingschap verliet, is weggegaan, zo bedroefd als Hannibal, hostium van vijanden uit het land weggaande. Dus Hannibal is veel bedroefder als hij Italië verlaat dan iemand die zijn eigen land verlaat. Dat is wat Livius zegt hier. Hij noemt bronnen hier, ferunt, maar dat zijn ongeïdentificeerde bronnen. De tweede asie die van ferunt afhangt is dat hij dikwijls omgekeken heeft. Je moet eum, Hannibal, moet je als onderwerpsaccusativus aanvullen. Dat hij omgekeken heeft naar de kusten van Italië vaak. En dat en verbindt respexisse met execratum esse. En ze zeggen dat hij vaak gevloekt heeft naar zichzelf in C ook en naar zijn eigen van zichzelf hoofd. Dus hij heeft zichzelf vaak vervloekt omdat hij duxis het, omdat hij niet duxis het, omdat hij niet geleid had. Leidend voorwerp van dat lijden is militem, soldaat, omdat hij zijn soldaat niet geleid had naar Rome. Militem natuurlijk pas pro toto metonymia voor zijn leger. Omdat hij zijn soldaat, zijn leger niet naar Rome geleid had, de soldaat bloedig vanaf of door de overwinning van Cannae. He, dus opnieuw vervloekt Hannibal zichzelf dat hij niet na de slag bij Cannae in 216 meteen Rome heeft ingenomen. Uit dat execratum esse moet je uithalen dat Hannibal dacht, of Hannibal dacht met verdriet terug aan het feit dat Scipio gedurfd had, Scipionum ausum esse, om te gaan naar Carthago. Scipio die als consul, en die consul is dus Scipio, staat in de nominativus, die als consul de vijand, de Punische vijand, dus Hannibal zelf, die als consul de vijand in Italië niet gezien had. Dus Hannibal denkt terug aan het feit dat Scipio niet tegen Hannibal is gaan vechten in Italië zelf, maar over is gestoken naar Afrika. En dat hij zelf, ze zeggen dat hij dacht dat hij zelf oud was geworden, dat is nog een ACI, dat hij zelf oud was geworden, circa Casilinum, in de buurt rondom Casilinum en Cumae en Nola. Dat zijn allemaal steden in Zuid-Italië. Dat hij zelf oud was geworden zonder iets te doen, lijkt Hannibal te zeggen, in het zuiden van Italië. En daartussenin staat een ablativus absolutus, centum millibus caesus, honderdduizenden gedood zijnde, neergeslagen zijnde van gewapenden bij het Trasumeense meer, bij Cannae. Asyndeton, en heb ik in de vertaling toegevoegd. En dat hij zelf, nadat hij 100.000 gewapenden van gewapenden staat er eigenlijk had neergeslagen, bij had gedood bij het Trasumeense meer en bij Cannae, dat hij zelf oud was geworden ondertussen circa Casilinum cumasque et nola, dus in Zuid-Italië. Deze dingen beschuldigend en klagend,
Est detractus, daar staat het hoofdwerkwoord. Is hij weggerukt? Werd hij weggerukt? Ging hij weg? Onderwerp Hannibal natuurlijk. Uit een bezitting, uit een langdurige bezitting, uit zijn langdurige bezit van Italië. Dus met deze klachten en beschuldigingen ging hij uit Italië weg nadat hij daar heel lang geweest was.